De gezamenlijke woningcoöperaties willen geen stijging van de onroerend zaakbelasting in de gemeente Groningen van 8%. Anders willen ze ervoor gecompenseerd worden. Betaalbaar wonen in een prettige buurt komt zo onder druk te staan. De gemeente wil de belastingmaatregel op 1 januari invoeren om de begroting sluitend te krijgen. De woningbouwverenigingen hopen dat de gemeente hun tegemoet komt om te zorgen dat mensen die aangewezen zijn op een sociale huurwoning niet de dupe worden. Het zou goed zijn als de gemeente ons zou faciliteren bij grond of bij grondposities, of dat ze rondom het sociaal domein wat kan doen. Dat zijn hele belangrijke zaken. Maar ook armoedebestrijding, hè, dat de mensen minima tegemoet komen krijgen in kosten. Dat vooral de huurders er niet de dupe van worden van deze lastenverstijging van de woningcorporatie. Als dit niet gebeurt, zullen er minder woningen gebouwd worden in de gemeente Groningen. Het gaat gewoon per jaar om 900.000 euro en dat is enorm veel geld. En de effecten daarvan zijn dat je 250 woningen minder kan bouwen. Er is juist behoefte aan veel meer woningen in de stad. De gezamenlijke woningcoöperaties willen 3.000 nieuwe woningen bouwen en 9.000 verduurzamen. Maar ook voor onderhoud en de sociale taak van de corporaties is er straks minder geld. Met onze wijkbeheerders, maar ook met onze vakmannen, zorgen we ervoor dat de woningen er niet alleen netjes bij staan, maar ook dat de mensen onderling goed met elkaar kunnen leven. En als mensen met problemen zitten, hebben we een signalerende werking en leiden we ook door en zorgen we voor hulp als mensen dat willen. Een prettige woonbuurt, hè, voor kinderen om op te groeien, daar leveren wij een bijdrage aan. De OZB doorberekenen aan de huurders is niet wenselijk, omdat veel mensen de huur nu al bijna niet kunnen opbrengen. Er zijn heel veel mensen en ook een toenemend aantal mensen in Nederland die toegewezen zijn op een sociale huurwoning. En de Rijksoverheid en de gemeente die zorgen er eigenlijk voor dat wij steeds minder te besteden hebben om daar wat aan te doen.